Hey guys, welkom terug bij een nieuwe video. Ik ga je enkele tips wijzen hoe je een lockdown in Suriname kan surviven. Yes? Blijf kalm, raak niet in paniek. Word mentaal sterk. Praat of babbel veel met je mensen thuis over verschillende onderwerpen. Het tweede punt is dat je veel voedsel moet opslaan. Dus als je een lockdown wil surviven. Hier heb ik dan een paar producten. Sowieso is ontbreekt dit niet. Palm. Palm moet er altijd zijn. 90% hè, om alle bacteriën en virussen dood te maken. Snap je wel? Weet je wel? Dan hebben we hier melk voor de hele week. En hier heb ik dan bloem om eigenlijk brood te bakken. Als geen brood is in de winkel. Zorg ervoor dat je heel zuinig omgaat met je opgeslagen voedsel. Verbeter je weerstand, eet veel groente en fruit. Dat zorgt ervoor dat je gezond blijft. Drink voldoende water. Water zorgt ervoor dat je niet uitdroogt. Alles in je lichaam zal dan goed functioneren met genoeg water in je lichaam. Start een moestuin. Het helpt je ontspannen als je bezig bent in je tuin. Groenten zoals dagoblad en klaroen groeien heel goed. En het zorgt ervoor dat je het zal waarderen. Ga minder op social media. Lees een boek. Kijk naar een film. Praat met je mensen thuis over verschillende onderwerpen. Yes. Houd je omgeving schoon. Ruim op. Hark. Kijk wat je niet nodig hebt en gooi ze weg. En als laatst, lig en zit niet te veel. Maar ga bewegen, loop in je omgeving. Of ga vroeg even rennen op straat.